De Green Village is eigenlijk de innovatiehub voor allerlei duurzame innovaties. Dus op de campus van de TU Delft, dus alle bright minds van Nederland, die zijn hier verenigd. Maar je hebt hier ook een ontzettend mooi ecosysteem van allerlei start-ups en andere bedrijven. En Den Haag zit hier bij wijze van spreken om de hoek, A13 over en je bent er. En die zijn, allerlei overheidsinstanties zijn ook heel nauw betrokken bij de ontwikkelingen hier op de Green Village. En omdat wij hier ook met een wat lichter regime wat betreft regels en dergelijke kunnen werken, mede dankzij de inzet van de gemeente Delft en het ministerie van INM, komen een hele hoop partijen nu de afgelopen periode deze kant op om hier een experiment op te zetten. Je hebt elkaar ook nodig om dat met z'n allen verder te brengen. Dit soort grote opgaves voor een duurzamere maatschappij, dat doe je niet alleen. Dat doe je niet alleen als techneut, dat doe je niet alleen als ambtenaar, dat doe je met elkaar. En dat kan hier op dit grasveld, wat even nu geen grasveld meer is, maar in de zomer, als jullie dan een keertje kunnen terugkomen, er een heel stuk groener bij staat. Er zijn zoveel studenten, onderzoekers, maar ook ondernemers, starters bijvoorbeeld, bezig met allerlei duurzame innovaties. En het mooie is dat die hier op de Green Village ook een plek zouden kunnen krijgen wanneer ze in een experimentele testfase zitten. En doordat ze hier getest kunnen worden, in samenhang met allerlei andere dingen hier op het terrein, kunnen ze ook bewijzen of het in de echte praktijk zou kunnen werken. En dat is onze rol, dat we dat soort innovaties voor een duurzamere maatschappij sneller naar de echte praktijk kunnen krijgen. De Green Village is een succes als het over een pak een beet een paar jaar volstaat met allerlei duurzame innovatieprojecten. En waarbij de eerste duurzame innovatieprojecten in de echte praktijk zijn geïntroduceerd. Omdat ze hier op de Green Village hebben bewezen dat het echt kan werken. Dan is het voor mij een succes. Op het moment dat het hier een bruisende, dynamische proeftuin voor duurzame innovaties is waar mensen werken en wonen.